Roes uitgeschakeld. Uitgerekend op zijn 40ste verjaardag maakt de zanger een enorme smak op de skipiste. In de Londen afgelopen dagen. Tijdens een wintersportvakantie in Oostenrijk is hij lelijk ten val gekomen. De zanger moest de kerstdagen noodgedwongen in het ziekenhuis doorbrengen. Al 35 jaar bindt skifanaat Wolter Kroes de lange latten onder. Dit jaar is de familie afgereisd naar het Oostenrijkse Westendorf. Al op de tweede dag van zijn vakantie, de dag voor kerst, sloeg het noodlot toe. Op het laatste moment, eigenlijk op het vlakke stuk beneden, heel veel papsneeuw, het dooide heel erg. Ik maak zeg maar een bocht, maar die ski die blijft staan en ik bocht door. Nou ja, dan weet je het wel, hè. Dus het been bleef staan en dat, nou, toen voelde ik het al. Het was echt helemaal fout. Dus het bot stak uit mijn been vandaan, in mijn schoen. Ik vond het al warm worden. Ik denk, nou, dit gaat niet goed. De zanger werd direct afgevoerd naar het ziekenhuis in het nabijgelegen Kitzbühel. Dus ze hebben me geopereerd en ja, het was op 5 plekken stuk. Dus het is best wel heftig. Ze hebben met schroeven hebben ze de boel aan elkaar gezet. En het, nou ja, ik hoef het niet eens te laten zien. En dat is, nou ja, even afwachten nu. Toeval wil dat Wolter op de dag van zijn 40ste verjaardag gewond raakte. En dit is zelfs niet de eerste keer. Op mijn verjaardag, en het is toch een soort van, ja, het lijkt wel het noodlot. Want ik 13 jaar werd, heb ik precies hetzelfde meegemaakt zelfs. Dus ook op mijn verjaardag, toen brak ik ook mijn linkerbeen, precies dezelfde plek. En dit was een centimeter erboven, hadden ze gezien. Want ze konden natuurlijk op de röntgenfoto's zien, maar al. Ja, dat is het noodlot. Daar doe je niks aan. De zanger vreest dat hij voorlopig nog niet kan optreden. Waarschijnlijk een maand. Maandje rust, hè? Ik denk wel een maandje rust, ja. Ja, ja, ik baal ervan, hoor. Er stonden zoveel optredens op het programma. En je hebt ook een fantastische tijd. Alles gaat super. En dan breek je een poot. Ja, hoe stom kun je zijn? Ja, maar ja, het kan ook op straat gebeuren, inderdaad. Dat, shit happens, hè?